We gaan hier de oude fundering ondergraven. Want dat loopt helemaal weg, zie je wel. Dat is allemaal zand. Dus dan moeten we op een bepaalde diepte, nog dieper als de fundering nou is, weggraven, het zand weggraven. En daar dat beton erin storten. En dan wordt de stabiliteit van de muur en de fundering, dat wordt dus verbeterd daardoor. En dat moet over de hele lengte gebeuren. En dan doen we dat stapsgewijs, dus hier een meter. Zoals we al gedaan hebben. Deze hebben wij vorige week al erin gestort. Dus okay. Hebben wij hier een meter gestort. Een stuk opengelaten. Weer een meter gestort. Dus dan gaan we dadelijk hier weer verder. Dus dit blijft nu even zitten tot de volgende keer. Dan gaan we hier weer een meter storten. En zo werken wij naar achteren toe. Maar als we alles in één keer zouden doen, dan kan gebeuren dat de fundering in één keer onderuit klapt. En dat de voorgevel eruit valt. En dat kan niet de bedoeling zijn. Straks haal je die eruit. Ja, en dan storten we meteen eronder. En dan meteen stort je het vol. Ja. Want als je dat niet doet, blijven ze verder voet vallen. En dan ben je straks heel je huis kwijt. Ja, want dan zakt het eigenlijk als het ware helemaal weg. Ja, zo overdreven ook niet. Kijk, en dit stukwerk is dus daardoor afgevallen omdat alles heel nat is geworden. Oh, oké. Okay. Daarom valt er dit. Als je hier een klein beetje vorst overheen durft te komen, dan valt er dit gewoon zo af. Kijk, zo los zit dat. Vocht en vorst in combinatie, dan gaat dit los zitten. Als je vocht achterkruipt en durft gaat te vriezen, dan klapt er die stukenlaag klapt er zo af. Tot zelfs tot de stenen toe. Hier. En dit is een stuk nog van de stenen dus. Zo erg is vocht in combinatie met vorst. Dit is ook een gevolg van vocht, hè. Ja, daar komt hij los, Jan. Hier is hij. Ja. Nou. Hè? Ja. Kijk, hij kan er ook. Kijk, hoe mooi. En deze worden dus gerestaureerd? Dat is wel de bedoeling. Als daar nog kan tenminste. En als we dat gedaan hebben, dan moeten de kabels ingelegd worden. Er moet grind ingelegd worden met een drainagebuis. En die wordt dan aangesloten op waterafvoer. Want je mag geen dakgoot aan blijven hangen. Dus het water wat hier neerkomt, dat moet hier in de grind afzakken. In de drainagebuis. En zo weer de riolering in. En er mag hier geen dakgoot aankomen. Het moet authentiek blijven, hè. Het gaat zo naar beneden. Hier valt het op een grindbedding eigenlijk. En die komt ook een drainagebuis in liggen in deze sleuf. En dan moet het water moet dan afsterven. En meepestand in de drainagebuis afgevoerd worden in de riolering. Daar trekt het vocht in en dan zitten hier allemaal gaatjes in, zie je dat? In die drainage lang. Ah. En dan loopt het water via dit daarin en dan loopt het zijpelt zachtjes daar naartoe. Ja, zeker over nagedacht. Je moet iets regelen als er geen dakgoot aan mag blijven hangen, dan is dit de oplossing. Anders wordt het huis zeer nat.